focussen op lokale productie. Dus wat wij hier eten, moeten de boeren hier lokaal gaan verbouwen. Wij zijn heel erg verwend met elke dag sinaasappels. Die worden overgevlogen uit hele verre gebieden. Ga maar gewoon eten wat hier in de buurt verbouwd wordt. En dat zou de prijs van heel veel producten dan kunnen verlagen? Ja, zeker. Laat de boeren hier gewoon weer gewoon graan gaan telen bijvoorbeeld. Want waarom zou je dat niet doen? Ik zie gewoon dat er veel meer klanten komen dan een tijdje terug. En ja, het zat allemaal al een beetje in een dip. En nu wordt het alleen maar erger doordat de energie, de boodschappen en alles duurder wordt. Dus alles bij elkaar zorgt er een beetje voor dat steeds meer mensen hun beroep doen op de voedselbank. Ja. Overal is tegenwoordig een voedselbank of een speelgoedbank of een... Ja, ik vraag me af of dat allemaal welke kant dit op gaat. Ja, nou, een bakje aardbeien, 4 euro. Na de Pasen is datzelfde bakje. Dan denk ik, ja, 2 euro. Dan denk ik, waarom geef je de mensen niet de mogelijkheid om toch dat bakje aardbeien te kopen, die het niet zo goed kunnen doen, dat je daar eens in meegaat. Ik vind het triest. Ik vind het heel triest. Overal zijn potjes voor, overal wordt geld voor uitgetrokken. Er gaat heel veel geld naar het buitenland. En de mensen hier worden eigenlijk een beetje vergeten. Ja, ik vind het triest genoeg. Maar ja, het is niet anders. Hoe zou het komen volgens u? Ja, ik denk door de economie en alles. Ja, en de prijzen worden allemaal duurder. De energie wordt duurder. Ja, en de mensen moeten wel wat. Ja, misschien wel meer steun. Of de prijzen verlagen, maar dat kan natuurlijk niet zo 1, 2, 3. Omdat alles natuurlijk sowieso door alle omstandigheden met de oorlog en weet ik veel iets duurder is geworden. Misschien dat we elkaar meer kunnen helpen. U vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer mensen een beroep moeten sowieso doen? Ja, sowieso. Ja, ik bedoel, dat zou niet moeten. Nee. Het zou zo moeten zijn dat iedereen zelfvoorzienend kan zijn. En dat vind ik wel zielig voor die persoon welke kan niet eten hebben. Ja. En zo. Als je hebt ook die kinderen of zo, dan is het ook nog vervullen. Maar ik ben ook een persoon welke moet iedereen eigenlijk ook naar die werken gaan. Ja. Omdat het in het buitenland waarschijnlijk goedkoper inkopen was. Alles ging om geld natuurlijk. En niet om, als de pleuris uitbreekt, dan moet je jezelf kunnen voorzien. Maar dat kan in zo'n situatie, kan dat niet. Lokaal produceren is één. Zijn er nog meer oplossingen volgens u? Ja, laten we hier zelf zonnepanelen gaan maken. Waarom niet? Waarom moet alles uit China komen? Zet hier mensen aan het werk die dat kunnen doen. En dat alles draagt er dan toe bij dat minder mensen een beroep moeten doen op de voedselbank? Ik denk het wel, want ik denk dat als jij zorgt voor meer werkgelegenheid en meer klandizie. Kijk naar de winkels om je heen, alles staat leeg. Heel Almelo loopt leeg. Ook groente. Groente is veel te duur. Als ik een bakje bessen koop, bijvoorbeeld blauwe bessen, die zijn 7 euro. Nou, dan zijn ze nou weer in de aanbieding. Dan heb je zo'nzelfde bak voor 4 euro. Dan denk ik, ja, waarom niet gewoon die vaste bedragen en niet... Dan zijn er ook meer mensen die daar kunnen komen. Maar ik ben blij dat ik een steentje kan bijdragen en mensen zo kan helpen. Hoe reageren de mensen die een beroep doen op de voedselbank? Er zijn best veel mensen die dankbaar zijn voor wat ze van ons meekrijgen. Ja. En kent u zelf mensen die een beroep moeten doen op de voedselbank? Nee, eigenlijk niet. Niet dat ik weet. Maar ik denk dat mensen ook niet echt over de straten en over de daken schreeuwen dat ze daar naartoe moeten. Ja, ik vind het heel triest. Maar daarnaast denk ik persoonlijk, daar moet er toch wel een oplossing voor zijn. Er is ook gerust wel een oplossing. Alleen wat ik al zei, door de mensen die er nu over gaan, wordt die oplossing nu niet gevonden. Wat zijn volgens u de oorzaken dat mensen een beroep moeten doen op de voedselbank? Nou ja, alles wordt natuurlijk vreselijk duur. En daar wordt niet op geanticipeerd. Dus ik denk dat dat gewoon een reden is. Almelo bijvoorbeeld hier doet heel weinig met jongeren. Je kunt misschien wel wat dingen doen voor jongeren, maar zorg dat ze hier huizen hebben. Mooie startershuizen. Een startershuis, dat noemen ze tegenwoordig 150.000 euro en hoger. Maar ik wil gewoon hele goedkope woningen puur voor studenten. Dat ze hier kunnen blijven hangen, hier kunnen opgroeien. Een reden hebben om hier te vestigen, zodat je weer meer jongeren krijgt. Nee, ik heb het puur zelfs ook voor goedkope woningen om te huren voor jongeren bijvoorbeeld.
Ik denk dat het puur te maken heeft met mindset. Ja, dus gewoon de keuzes. Keuzes maken. En wie moet dan volgens u de juiste keuzes maken? Nou ja, kijk, wij kiezen onze eigen gemeenteraadsleden. En ik heb het idee dat, als je kijkt naar de afgelopen 20, 30 jaar, ze hebben alleen maar ruzie gemaakt. En bepaalde, dezelfde mensen hebben te veel invloed op dingen. Ik ga geen namen noemen, maar die mensen die zorgen niet echt voor de welvaart van Almelo. Ja, ik denk gewoon wat meer rekening houden met elkaar en elkaar wat meer helpen. En dat sowieso heel belangrijk is. Dat klinkt heel eenvoudig. Ja, weet ik. Maar het is allemaal niet zo eenvoudig. Maar ik moet wel door, want ik heb helaas een afspraak. Nou, bedankt voor de medewerking. Anders had ik er lang gestaan. Bedankt voor de medewerking. Graag gedaan, hoor. Heel veel succes. Fijne dag.